Het zou de Valentijnsdag voor Sylvana Simons zijn vandaag. Want die heeft er toch even wat over zich heen gekregen. Oh, zeg. Heb je dat van Wesley Sneijder gehoord? Nou ja, die ging los, zeg. Dat verwacht je helemaal niet. Ik heb vandaag een heerlijk debat gezien in Amsterdam, over de gemeente Amsterdam, waarin ik Sylvana Simons zo klein heb zien worden. Verbaal, niet sterk genoeg en het alleen maar hebbend over kleur en kleur. Kleur doet mij niks. We zijn met z'n allen. We zijn één. Eén en alleen. Oké? Okay? Maar mevrouw Sylvana Simons, die heeft het geprobeerd als presentatrice, als actrice, als weet ik veel. Niks dat ze ook een fractieleider kan zijn en helemaal niet uit de woorden komt terwijl ze en moet debatteren. Super slecht. Wat wil je nu, Sylvana Simons? Naar de man? Doe het dan. En blijf tegelijk. Nee, maar waar blijft waar er gelijk? Komt deze vandaan? Waar is deze boosheid? Ja, ik snap er ook niks van. Ik bedoel, maar heeft hij een vlog of een... Wat is dit? Nee, dit is gewoon op Twitter. Nee, hij staat waarschijnlijk gewoon in die woestijn. Daar heeft hij het waarschijnlijk gezien. Hè? Toen is hij boos geworden. Dat klopt blijkbaar ook. Ja, normaal gesproken verwacht je dat Johan of zoiets roept. Ik vind het ook helemaal niet des... Des maar er lijkt wel iets meer achter te steken. Nou, ik heb de sympathieke Sylvana, die heb ik geappt om te vragen of ze bij ons wil reageren. Ja. Ik ken net een appje terug van haar. Ja. Dag Rick, ik doe geen interviews... Warme groet. Oh. Dus eigenlijk is het best aardig. Ja. Ja. Nou, dat is een beetje apart voor een... Het is wat ik gisteren al zei. Als zij gewoon het verhaal ietsje normaler zou vertellen allemaal... Ja. Zouden er heel veel dingen die zij met recht zegt... beter overkomen, denk ik ook. Dus... Ik heb wel het gevoel dat zij een beetje uit is op ruzie of zo, weet je wel? Het gaat vaak meer om het effect, lijkt het wel, dan om de boodschap daardoor. En dat is zo zonde eigenlijk allemaal. Als het nog ruzie is, ze noemen haar ook wel eens Sylvana Genee.